De afstelling. De afstand tussen de schoffelelementen. De elementen kunnen eenvoudig op de schoffelbalk worden verschoven. Het afstellen van de afstand moet heel nauwkeurig gebeuren en precies overeenkomen met de afstand van de gewasrijen. De afstelling van de breedte van de schoffels. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van sturen. Is de minimale afstand van de gewasrij tot de schoffels 2 tot 4 cm? Dit betekent dat de schoffelbreedte 4 tot 8 cm kleiner is dan de rijafstand. Als met één vaste schoffel tussen twee rijden wordt gewerkt, kan de breedte alleen worden veranderd door een andere set schoffels te monteren. Bij systemen waar meerdere smalle schoffels tussen twee rijen lopen, kan de werkbreedte traploos worden ingesteld. En aangepast naarmate de gewasrij breder wordt. De schoffeldiepte. Afstelling van de schoffeldiepte. De diepte waarop de schoffel door de grond loopt wordt eenvoudig afgesteld door de moer waarmee de schoffelsteel in de geleider is vastgezet los te draaien en de schoffelsteel te verschuiven. Een nauwkeurige diepteregeling hangt af van de vlakligging van de grond. Bij een ongelijke ligging van de ondergrond moeten schoffels dieper worden afgesteld om overal het onkruid te bestrijden.